Oké. Mixmap, textures. Wat heb ik gedaan? De vraag was kleuren combineren. Hè. Je ziet de hoogtekleur. Dit is de mixmethode. En dit is de color correction methode. Die onderste. Dat is een render. Ik heb deze, even wachten. Deze afklikken. Klik. Ja, oké. Dus ik heb deze gewoon in de material editor slot. Ik heb even geklikt. Die springt op mijn ander scherm. Gecreëerd, je ziet hè. Maar voor jullie zal ik het opnieuw in deze creëren. Dus hoe start je? Ja. Jullie gaan zien dat ik iRay materiaal heb. Jullie hebben Mental Ray, maar dat functioneert. Ik zal het bij jullie uitleggen. Dan zien jullie wel trek hoe andere materialen daar reageren. Zie je Mental Ray, moet ik niet. Nvidia iRay ga ik hier slepen. Let dat op, mijn material map browser, die staat ook op Mental Ray. Dus ik heb een materiaal, Mental Ray. Ja, ik ga er dubbel op klikken, wordt actief hier. Je ziet, iRay, je ziet iRay. Wat ik al zeker ga doen, ik ga de glossy uitzetten. Hè. Ik heb geen glossy nodig. Wat is nu? In de color of in de diffuse map, je ziet diffuse. Color bij ik ga een Mental Ray erbij pakken, Argent Design, gaan jullie zien dat dat, even dubbel klikken, dat dat hetzelfde is, hè? Diffuse level color. Waarom heb ik iRay gepakt? Dat is toch iRay, dus ik ga terug switchen naar iRay, dubbel klik, actief, dus in mijn color. Ja, hier ga ik een materiaal laden, hè? Dat weten jullie, bitmap. Ja, ik klik. Kijk, dat is standaard materiaal. Dus standaard mappen, sorry. Van standaard, hè. Daar moet je het gaan zoeken. Je moet niet in Mental Ray gaan zoeken, want daar vind je die niet, hè. Dus Mental Ray gaat zeker proberen te profiteren van de standaard base. Dus wat gaan we hier pakken? Een bitmap, ja. We gaan dat hooit pakken. Dus ik heb hier fan mode gewoon open. Voilà. Nu heb ik hooit. Ik ga even een preview geven, hè. Open preview window. Tralalala, dat is iRay wat dat nu moet renderen. Je ziet iRay, hè? Dus dat is wat heavier. Dus je gaat zien, dan gaan andere dingen niet overeenkomen met die. Wat is nu? Ik heb hier alleen de glossy sets en de roughness, hè? Dat is like, de grofheid. Ik moet, jullie kunnen hier glossy, dus allebei op 0 zetten, want ik wil die map maken. Ik heb hier nog bij iRay een aparte reflective coating. Dat is dan anders genaamd, maar ik ga die disablen, anders heb ik is me die te glanzend. Goed, dat is mijn hoofdmateriaal. Ik ga die even vergroten, hè. Klik. Kunnen jullie zien? Klik. Dus nu kunnen jullie zien hoe of wat. Wat ga ik nu doen? Ik heb hier hooit materiaal in geladen, hè? Dus gewoon voor even laten zien dat het hooit is. Maar in die material slot, ja, in de material slot hier, hè, de map. Oké, okay, texture. Ik ga daar eigenlijk niet, ik ga het zo niet doen. Ik ga het zo niet doen. Dus ik ga die verwijderen, cut. Dus als jullie starten voor een mixmap van deze kleur te mixen, moet je hier al rechtstreeks, ja, een... We beginnen met een mixmap. Ja, je ziet mixmap wordt geladen. Voilà. Nu is het makkelijker. Hè. Hij is echt zwart, want hij heeft er niks in. Dus ik heb hier nog die bitmap staan. Dat is fijner van deze. Dus in de eerste kleur ga ik die bitmap zetten. Dan ga je zien, die gaat veranderen naar hout. Voilà. Nu ga ik dubbel klikken. Dan heb ik een tweede kleus voor color. Hè. Maar ik hoef hier niks aan te doen. Ik kan hier mijn kleuren zetten. Dus ik klik gewoon op mijn kleur. Ja. En wat had ik? Paars of rood. Eén wat je wil kiezen. Ik zal in dit geval een beetje groen pakken, schuif die naar boven, nogmaals, vergeet niet op een key te duwen. Je ziet nog niks aan je eindproduct, ja. Waarom? Het mix amount is belangrijk. Dus ik dat nu op 50% ga zetten, dan ga je wel effect zien. Verwacht het, ja, dit zie je. Dan heb je groen hout. Ja, hier kun je curven, hè. Dat is weer voor de die wat graag visueel het verschil zien. Of dat kun je inlaaien. Maar zo, dan, kijk, dubbelklik, dan heb je groen hout, zie je. Dus wat ga ik nu? Zorg dat die actief is, hè, als je die wil toewijzen. Ik ga dat even verkleinen. Dus wat ga ik doen? Deze wordt, ja, hier,
sign material, show, kan ik show it? Ja, show. Nee, dat is background. Even kijken naar materiaal. Schoen, ja. Dus dat is wel het nadeel van mij misschien, dat ik die niet kan in de viewport laten zien. Ik hoef geen background, hè. Dus kijk, show shaded material in viewport. Dat gaat niet. Maar als ik nu ga renderen, normaal gezien, zie je wel groen hier, hè. Voilà. Dus nu heb je groen hout. Dat is de mixmap. Ja. Dat is de mixmap. Nu, bij deze, gaan we de color correction map gebruiken. Ik ga hem vergroten, hè. Dan ga je dat goed zien. Ja, uitlijnen. Oké. Die mag terug klein op de foto. Deze heb ik niet nodig. Dat was voor Asian Design. Goed, dus nu zie je, het is visueel veel overzichtelijker zo. Dus wat ga ik doen? Ik ga benieuwd materiaal laaien. In principe hoeft dat niet, maar ja. Ik heb iRay. Dubbelklik. Dat is idem dito, hè. Dat is juist hetzelfde, hè. Dus ik ga weer klikken in mijn diffuse of in mijn color. Ik ga even mijn glossy uitzetten, want anders blinkt dat te fel. En mijn... Wat is hem? Ah, reflective coating ga ik ook. Voilà. Bij jullie zetten jullie gewoon de glossy op 0 en de highlights op 0. Hè. Dus hier ga ik weer, in de plaats van een mixmap, ga ik nu een color correction map doen. Ja, je ziet color correction. Goed. Dus in die color correction map, voilà, gaat hij mij vragen hierboven. Ja, basic parameters, geef mij je textuur. Goed, bitmap, ons hout weer. Hè. Open, je ziet hout. Ja. En wat raad ik aan als je toch één kleur in je hoofd hebt, als je niet wilt experimenteren. Je ziet U shift, hè, voor de Photoshop users kun je hier schuiven en dan verschuif de U. Maar wat doe ik meestal hier, de U tint. Ik ga hier een tintje laaien en ik, wat hebben wij, groen. Dus ik ga die weer op groen zetten. Oké, en ik ga hier mijn strength, ga ik op, kun je ook op 50 zetten. Klikken, bevestigen. En nu zie je, even wachten, deze is ook groen. Dus hoe hoger je strength je zet, dus ik die op 100 zet, ga je zien, gaat het groen meer doordrukken. Dus, en dat is ook een drie stappen plan, hè. Je ziet, het is een drie stappen plan, hè. Mix en U. Even verkleinen. Dus hier zie je de twee methodes, hè. Je ziet hier mix, dus kun je herkennen, hè. Mix map. En hier heb je color map. Ja, kan die weer toewijzen. Even kijken op deze. Maar kijk, ik kan hier staat niks op toe te voegen, dus moet ik even checken. Dubbelklik. Waarom laat ik mij niet toevoegen? Dubbelklik. Ah, hier, sorry. Sign material to selection. En mijn show in de viewport. Dat is met iRay. Dus de viewport. Snap het niet 100%. Maar als ik render, gaan jullie de effect zien. Hè. Oh, is die zo klein? Nog wat groter. Dus je ziet welk effect je het liefst zou willen gebruiken. Hè. Voilà, dat was Mix Maps. Ja, color mixes. Op aanvraag voor Sintra studenten. Ik zou zeggen, dankjewel. En de rest van texturing zal ik zo bijvoegen. Hè.